Eens even slap slap zijn hier. Vandaag zijn we met To The Experience op het Midlands circuit in Lelystad. Hier gaan we een rijvaardigheid training volgen. Het is iets anders dan de circuit training die ik de vorige keer hadden. Dat was veel meer een circuit training, assen leren kennen en daar hard overheen gaan. Hier gaat het meer om je houding, om je lijnen en gewoon het controleren van zo'n motor. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat. Ik denk dat we wel heel erg leuk gaan hebben. Ik ga jullie meenemen in hoe dit proces gaat. Dus veel plezier met het kijken van deze video. Zo, daar gaan we dan. Eerste sessie, dus ben benieuwd. Ik merk dat ik op de lange bochten, ja. daar lopen jullie uit, zeg maar. Okay. De korte bochten lukt het wel, maar als we dan die lange halen gaan doen. Nou, probeer op die lange halen goed te gaan zitten. Dus echt dat je hoofd bij je spiegel zit. Dus echt dat je dat gaat draaien. Ja. Ellebogen in verlengen met je clip-on. Knieën uit. Je hoeft maar niet per se zo te draaien. Je mag maar ook zo. Als je maar niet zo gaat draaien, met je tenen zo naar buiten. Nee, ik rijd in principe altijd met mijn tenen op het steppie. Ja, nou, de meningen zijn daar verdeeld over. Troy Korsen zegt dat je zo moet draaien. Oké. Okay. Dus met je voet echt zo schuin, echt haaks tegen je blokken, tegen je vreemde. Lange bocht, ver doorkijken, pakken dus in het midden bij de apex krap en heel ruim in zien te komen op het binnenstukje. Ja. Ik zal straks wel wijzen, ik moet even kijken of het stipje er nog ligt, maar dan staat er zo'n rond zwart stipje zitten. Dan moet je eigenlijk aan de rechterkant altijd zitten. Komen is heel belangrijk. Je moet uitkomen eigenlijk naar dat stukje waar we rechtdoor steken. Ja. Waar je eigenlijk denkt van, nu kan ik niet meer naar binnen, dan ga je naar binnen. En als je daar instuurt, stuur je heel laat het binnenterrein in, kan je veel beter je gas openhouden op het binnenterrein. Mensen gaan in de regen,
Ja. Want dan dacht ik net dat we weggingen. Ik denk, ja, ik heb jullie niks verteld over regen. We kunnen dan maar een buik. Dat meer hang ik. Ja, ja, als je, je hebt aan de zijkant van je band tot maar een klein stukje profiel. Hè? Ja. Ik heb, wij hebben nu toevallig allemaal wel banden met wel redelijk profiel. Ja. Maar als ik mijn handen in de motor heb, heb ik enkel maar een profiel tot hier. Als ik hier rijd in de regen, leg ik op mijn bek. Dan kan ik eraf hoeven water. Ja. Dus in de regen is het hele verhaal wat ik net uitlaat van. Heel pijn tegen je motor, dan arm op je tank, hangen aan de zijkant, met die kop bij je spiegel zitten, nog veel belangrijker. Ja, terwijl je juist het andersom wil. Je verwacht het andersom. Ja. Maar, maar het is een eigenschap van onszelf. We krijgen het koud, want het begint door te slaan, want je wordt nat. Kut regen. Ja, je krijgt een beetje trechtervisie. Je gaat kamprechter rijden. Eigenlijk is het regen. Ja, wat moet je doen? Rechtop blijven, doorrijden en nat word je automatisch. Ja. En ja, als je dan maar relaxed blijft rijden. Niet gestuurd zegt voor de volgende sessie. Volgende sessie? Waar we daarna moeten gaan werken. Niet in je stuurknijpen. Soepel zitten. Relaxed rijden. En probeer gewoon de juiste aan. Want als ik net zag die jongen met die Aprilia, die ging ook weer op het middentreintje door het kuiltje. Ik weet niet of je dat zag van die voor me rijdt. We reden nog helemaal achter. En dan maak je je motor zo onrustig van en onstabiel van. Probeer gewoon die goede lijn te pakken. Ja, en dan ik heb ook een paar keer gepakt. Ja, probeer die niet te pakken. Sommigen zeggen, oh, niks in de hand. Nee, er is ook niet altijd wat anders. Ik heb ze er ook wel vast zien staan door de kuil. Dan rij je een rondje, dus je rijdt eentje banden warmen, één rondje geheel. Dan ga je in het middentreintje op, zet je vouwtje op, dan ga je het middentreintje op, stop je, dan ga jij voor. Dan doe je ook een heel rondje, stoppen we weer. Misschien dat ik dan even wil communiceren, dat jongens, let daarop of let daarop. Maar dat doen we dan op het middenstukje. En het volgende rondje, dan ga ik gewoon weer naar voren. En dan maak je de sessie gewoon weer af dat ik vooraan. Oh.
probeer je bochten rond te rijden. Je rijdt veel te veel, knik je in. Dus je wilt zo'n doordraaien, pak je niet in één rechte lijn rond. Maar je gaat erin en dan corrigeer je halverwege. En dat is een correctie voor niks, hè? Want dat heb ik helemaal niet nodig, want ik reed erachter en je hoeft het niet te corrigeren. Maar je ziet in je rijlijn dat je eigenlijk, je gaat verkijken en als je verkijkt, verstuur je ook een beetje. Snap je? Dus probeer, je kijkt hem in en je pakt die vloeiende lijn. Vloeiend blijven rijden. In die korte bocht. Ik naar mijn volgende kijkpunt gaan. Ja, als je schommelt een beetje. Ja, je gaat hartstikke goed, je gaat hartstikke netjes. Niks op aan, dan ben ik een bovenliggend. Kom niet aan de goede kant. Liggen niet aan de goede kant. Maar probeer die lijnen rond te rijden. Voor de rest ga je goed aan de hand. Ik was wel heel veel met mijn houding bezig en het ging en daar eigenlijk niet super lekker. Nee, ik zag het. Ik zag jullie verhaal niet van aan. Maar we kwamen weer, liepen op achterblijvers in. Die ja, waar ik er weer bij kon. Ik zag dat het stroever ging. Ja, dan ben je bezig met je houding. Je hebt nieuwe dingen geleerd en dan moet je voeten buiten doen. Dat ben ik ook wel. Ik moet ook op die bochten toepassen. Dat is hetgene wat ik zeg, want je moet ook altijd bij je eigen blijven. Ja, ja. Alles wat je vertellen is ding wat je aan kan nemen, maar het is ook iets dat je bij jezelf moet blijven. Ja, daarom heb ik ook zoiets van laten jullie gewoon lekker gaan. Ja, maar het einde van de dag, laatste sessie, je moet hem niet opbouwen. Tempo toch, altijd. Ja, ja, dus het is gewoon. Nee, het ging hartstikke lekker. Hartstikke ja, goed gedaan. Het ging lekker. Dus, hartstikke goed. De volgende keer moet het lukken, knieken. Je hebt de tempo zat, dat is echt je houding. Ik had ook plat zat. Je had hier niet down getrekken. Nou jongens, dit was hem dan. Lekker dagje gehad. Hard gereden. Ik heb het idee dat we ineens voor een van de snelste groepen zaten. En ja, het is superveel geleerd, superveel gedaan. Het was best wel lastig. De ene laatste sessie ging eigenlijk beter dan de laatste sessie. Ik kreeg wat nieuwe informatie over hoe ik mijn voet moest zetten en dan moet je dat weer toe gaan passen en dan merk je gewoon van ja, je bent met te veel dingen tegelijkertijd bezig en dan kan het lastig worden. Maar verder, echt een super lekkere dag gehad. Ik ga zeker nog een keertje terugkomen om het laatste wat ik nu geleerd heb in nog een keer 6 sessies te gaan doen. Als je daar nou bij wil zijn, kijk hieronder even in de beschrijving. Er staan een aantal kortingscodes en die kan je altijd gebruiken. Dan krijg je 5 euro korting op deze rijvaardigheid training. En daarnaast help je mij er ook een klein beetje mee, zoals je doet, graag. Ja, verder heb je vragen over deze dag, stel ze. Ik kan op de meeste dingen wel antwoord geven en ik reageer ook op de meeste mensen. En vond je het leuk, klik even op die like knop. En als je geen andere video's meer wil missen, klik dan even op die abonneerknop. En voor de rest, dit was hem. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik ben bang dat het een beetje een lange video is, maar bedankt dat als je het tot het einde gekeken hebt. En ik hoop jullie allemaal snel weer te zien. Dus, bye bye. Ga maar even lopen.